I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Dag lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sergio. Terwijl ik René eventjes thuis achterlaat met die kleine, ga ik naar het centrum om eventjes een potje te poelen met twee vrienden. En dat is al heel lang geleden, dus ik ben benieuwd of ik nog een beetje kan poelen. En ja, gaan we sowieso gewoon een gezellig drankje doen. En we nemen jullie weer gezellig mee. Zo, ik word de laatste tijd zo misselijk van die tram. Even een bakje thee of zo, lekker bakje koffie. We zijn bij Delta Snookerpool. Zo, ontdek je plekje, hè? Waar moet ik naar binnen dan? Weet het niet. Van het een naar het ander. Klaar met poelen. Ik heb verloren. En gewonnen. Nee, ik heb ook één keer gewonnen. En weet je waar ik ook al heel lang niet meer ben geweest? Bij de Mac. En nou hoort ik van deze gozer dat ze daar ook vegetarische kip hebben. En nou, daar ben ik eigenlijk best wel benieuwd naar. Dus we gaan... Dit is de McDrive, guys. Dus we gaan... Het is een ingang. Oh ja. Ja, ik hou van ingangen. Hallo. Dat is niet best. Grappie, was gezellig man. Hey, rustig. Leuk gezien te hebben, leuk. Dat is mooi. Thanks man. Ah, een tof auto, man. We hebben ook zelf zeggen. Ja? Doet hij dat ook gewoon als ik het zeg? Dezelfde zin, hè? Mm-mm. Mercedes. Zegt u het nou? Passagiersstoelverwarming aan. Ik schakel de stoelverwarming van de passagiersstoel in. Hey, lekkere warme billetjes. Wat kan hij er meer? Ik kan nog veel meer dingen, man. Mercedes! Zeg het maar alstublieft. Zet Slam FM op. Nou, daar was hij het niet mee eens. Nee. Mercedes! Zegt u het maar? Bel mama! Het spijt me, ik ken uw moeder nog niet. Zeg de naam alstublieft. Wat zegt u? Bel Sergio. U kunt een gesprekspartner bellen door de naam van een contact te zeggen. Sergio Politi. Zeg, hallo Mercedes. Het spijt me. Ik heb nou al ruzie met die auto. Het spijt me, ik ken uw moeder nog niet. Zeg de naam alstublieft. Ik ga vandaag een taartje proberen te maken, want Jazzy Silver is bijna 1. Jazeker. Zoals je hoort zit hij achter de camera. Ik ga mijn best doen. Ik weet niet of het gaat lukken om 1 überhaupt een taartje te maken en 2 om het te doen terwijl dat Jazzy Silver achter ons in de box meekijkt. Ik ga de cupcakes maken en proberen daarvan 1 klein leuk taartje te maken om uiteindelijk een foto te maken en daarvan de uitnodiging voor zijn allereerste verjaardag. Ik heb versiersel, ik heb kleurstoffen, ik heb van die hartjes. Die zijn heel erg leuk, zitten nog in een potje. Die zijn van een bruiloft volgens mij. Nou ja, hartstikke leuk. Ik heb een spuitzak, ik heb nog wat blauwe springels van Dr. Utker allemaal. En kaarsjes. Nou, oh ja, en natuurlijk, deze heb ik ook nog. Die hebben we bij de cakebox zat die. En deze hebben we. Die ziet er wat mij betreft iets steviger uit. Wel in beeld blijven natuurlijk. En deze zien er wat steviger uit. Dus ik denk dat ik deze maar gewoon ga gebruiken. De oven staat er aan. Ik hoef alleen het beslag er zo erin te gooien. Dat is niet zo heel veel werk. Maar ja, dan moet je een beetje icing en zo. Het moet er gewoon leuk uitzien. Dus ja, ik ga maar gewoon beginnen. En we zien wel naar het Schipstrand. En dan moet het goed komen. En dan hoop ik eigenlijk een leuk taartje te hebben als René thuis komt. En dat is over een uur, dus we gaan opschieten.
heerlijk. Lekker warm. Zonschijn. Wat zegt er de zonschijn? Als het nou heel koud is, dan mogen jullie allemaal hier bij de oven komen zitten. Ik vind hem eigenlijk heel goed gelukt. Leuke kleurtjes. Hij staat vrij stevig. Stevig. En die icing die wordt nog een beetje harder. Dus dan valt hij niet meteen uit elkaar. En die snoepjes moeten we natuurlijk in de gaten houden. Want dat is iets wat Jesse nog niet kan bijten. Maar voor de foto wordt dit echt wordt een toppertje. Ja. Nou, ik zet hem even weg. En dan, dan gaan we zo meteen even kijken wat René ervan vindt. Ben je zo goed aan het kruipen bent? Ben je helemaal aan het kruipen? Ja. Blijf van die pootjes af, hè? Ben je zo goed aan het kruipen? Nee. Kijk, stampie. Nou, dan. Ik geef het gewoon eventjes aan mama. We zien je van jij. Dure bent. Komt helemaal goed. Oortjes in de bar. Jessie in de bar. Oké, doe maar even je ogen dicht, mama. Ogen dicht. Jessie, ogen dicht. Even wat. Kom maar wat. Wacht, ik ga jou leiden. Kom maar wat dichterbij staan. Kom maar naar voren. Kom maar. Wat een honden bij mijn benen. Ja, die lopen wel. Je ogen maar open. Oh, papa gaat dicht. Oh. Hey, dat zijn wel een hele mooie cupcakes. There is something glowing inside. I'm not ready to let it go. I just wanna see what.